السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيست برودوس فيسوس فنات مكة. سبحان الله wat mij is opgevallen zijn deze drie broeders die blind zijn en toch hun best doen om naar de moskee te gaan. Kijk ze hier, subhanallah. Zie je dat? Ze houden elkaar vast. Ze zijn blind. En ze lopen naar de moskee, subhanallah. Kijk, ze houden elkaar vast. Dat is mij opgevallen beneden, van de roltrap. Kijk hoe ze elkaar vasthouden om naar de moskee te gaan. En dan heb je onze mensen die gezond zijn, niet blind zijn, subhanallah. En die toch niet de moeite doen om naar de moskee te gaan. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala jouw gezonde ogen heeft gegeven. En overal naartoe kan kijken. En zelfs de moskeeën blindelings naartoe kan lopen, subhanallah. Deze broeders niet. Kijk. Ze houden elkaar vast. Om hun best te doen om naar de moskee te gaan, subhanallah. Hey, wallah, hawla wa quwwata illa billah. Ja, subhanallah mensen. Jullie hebben zelf gezien dat op het laatst die politieagent de voorste blinde man bij de arm pakte en hem verder begeleidde naar de moskee, subhanallah. Dat is ook het bewijs. Ja, deze mensen, subhanallah, gaan ruim op tijd naar de moskee. Voor de Adhan nog wel, hè? Nog voor de Adhan, want de Adhan gaat over een kwartiertje af. Dan kun je nagaan, daar zelfs hebben ze rekening mee gehouden dat ze voor de Adhan in de moskee zijn. En vergeet niet, deze mensen, subhanallah, deze broeders, ze zijn natuurlijk bang om ergens tegenaan te botsen. Of dat ze bang zijn om overreden te worden door een auto. Terwijl wij gewoon ogen hebben gekregen om te zien. Ja, om te zien. En toch maken wij geen gebruik van om met deze ogen veilig naar de moskee te gaan, subhanallah. En deze mensen, subhanallah, moeten altijd met vrees richting de moskee lopen. Ja, om niet overreden te worden of tegen een aantal botsen ergens. En zo zie je maar, Allah beschermt hun, subhanallah. Ik zou zeggen, mensen, broeders, Allah, je maakt gebruik van je gezondheid en probeer naar de moskee te gaan. Want deze mensen zijn blind en toch doen ze er alles aan om het gebed in de moskee bij te wonen, subhanallah. Geen resale. Assalamu alaikum.